Goeiedag en welkom bij een nieuwe video van Eagle Daan Maakt, met het motto, gewoon doen. Je ziet het, ik ben niet alleen dit keer, ik ben samen met mijn zoon en we gaan een leuke surprise maken voor Sinterklaas. Voor een jongetje uit zijn klas, we gaan zijn naam niet noemen, dat doen we niet op een video. Maar wat gaan we maken? Een trekker. Een trekker, je hoort het. We gaan een mooie trekker maken als surprise, waar dan straks het cadeautje mooi in de... Je moet kapot. Precies. Veel kijkplezier. Zo, dan gaan we het doen met, hoe heet het auto ook alweer? MDF, goed zo. We hebben gewoon wat plaatjes gepakt, daar gaan we mee beginnen. Hij had ook nog even een super tekening gemaakt. Om even een globaal te zien hoe wij dat gaan maken. Hoe gaan we beginnen? We beginnen met de motorkap, hè? We gaan eerst beginnen met de motorkap, kijken hoe we dat uit kunnen komen. Want dat cadeautje moet er natuurlijk in passen. Of cadeautjes. En dan kunnen we kijken hoe we de rest gaan maken. Nou, dit is wel erg breed natuurlijk. Hij moet een beetje langwerpig worden, hè? Ja. Dus dat gaan we doen. Laten we zeggen zo. Even de zijkanten moeten natuurlijk hier tegenaan, hè? Dat is wel zo mooi, hè? Dat je natuurlijk niet... Dit krijgt een beetje een voorbeeld zo. Dat je zo doet, dat is minder mooi dan dat je het zo doet. Ja? Mee eens? Mooi. En weer uit. Begin hebben we. Dan gaan we kijken hoe het er eerst uitkomt. Wat vind jij? Is hij nog te langer? Moet hij iets korter of is hij mooi zo? Komt hier nog een wiel? Komt hier een groot wiel? Ik denk dat hij wel mooi is zo, of niet? Dat was hier een groot gedeelte, komt zo. Ja? Dan niet al te groot maken. Dus die cabine ook niet heel groot. Nee. Maar een beetje prikkelwerk met een stoeltje en stuurtje, maar dat maakt niet heel veel uit. Nee, dat komt wel goed. En dan ziet het er denk ik wel goed uit, ja. Nou, dan houden we deze maat aan. Zo, wat hebben we nou nog even snel gedaan? Even een paar plaatjes gezaagd op dezelfde breedte. Omdat natuurlijk de machine helemaal zo ingesteld stond. Dus dan hebben we vast deze maat. Dan zijn ze allemaal 100% gelijk. Ja, wat is een mooie hoogte? Zoiets? Nou, eens kijken hoeveel ik erop kom. Ik kom op 90 dan. 9 centimeter. Hm. Ik denk dat je wel gelijk hebt. 9 centimeter? Doe maar 9 centimeter. Zo. Kom vasthouden. Streepje. Een beetje zo te drukken. Niet te hard, maar... Dan is er een heel smal streepje en dan zie je het thuis niet. Kijk eens. Ja, nou, dat is zeker. Dat is goed. Zo. Kijk eens. Die hebben we. Ik ga het bovenop leggen, want ik heb twee heel goed. Ja, dat doen we met papier ook dan. Doen we inderdaad gewoon zo. Pakken we even een klein stukje dubbelzijdig tape. Zo. Dan gaan we die. Zo. Ja, is die goed? Nou, niet slecht. Even goed aandrukken. Dan blijven ze maar goed op elkaar. Ja. Zo, nou hebben ze allebei mooi gelijk. Heb je altijd dezelfde. Hè? Doordat je op elkaar geplakt hebt, heb je allebei de kanten precies gelijk. Ja. Nou, dan voor elkaar afhalen. Succes. Een beetje lastig. Ja, dat bedoel ik met een klein beetje... Dubbelzijdig tape. Want je merkt het al. Er zit maar een heel klein beetje op, hè? Ja. Het en toch? Kijk. Zoals ik heb er moeite mee. Kijk eens. Ja, hebben ze. Dus dan kan je zien. Zulke kleine stukjes tape.
En het zit gewoon muurvast. Dan en dat aan de voorkant, dan is het wel zo mooi, hè, voor het vooraanzicht. Ik zat zo net eerst te denken om het ertussen te doen, maar ja, de voorkant is natuurlijk mooier. Ja. Hoppa. Ah, ik denk dat het er wel op staat. Nou, zeker weten. Zo, begin hebben we. We hebben hem nou even op de kop neergelegd. Ja. En dan gaan we dat even naar elkaar lijmen. Ja. Dit is nu dus eigenlijk de bodemplaat. Die moet er niet op vast, want dat moet kunnen scharnieren straks. Ja. Dus die leggen we aan de kant. Dit lijmen we even aan elkaar. Ja. Zo. Nou moeten we kijken, want we hebben een schuine kant. Dat is die kant. Hoe komt die ook alweer? Nou, hij komt op de kop, denk ik. Zo komt hij erop. Ja. Ja, nou, doen we dat maar op. Ja, allemaal. Niet te vast. Dan gaat hij helemaal dit doen, namelijk. Dat doet hij al een beetje. En dan geeft niet. Dan doen we dit plaatje. Dan doen we hier even tussen. Ik kan het passen straks niet meer. Dus die doen we er gewoon even tussen. Zo. Ja, die kunnen we nou niet klemmen, hè? Dat gaat niet. We kunnen er nou niet zo een klemmer op zetten. Dan doen we dat met tape. Nou, zo. Kunnen we dat laten drogen? Kunnen we misschien gelijk wel even kijken hoe we wielen gaan maken. Ja. Nou gaan we wielen maken. Pakken we een wat dikkere MDF voor. Moet even kijken hoe het gaat doen, want misschien dat we even twee platen op elkaar lijmen. Dan hebben we mooie dikke wielen. Voor deze soort trekkers zijn de voor- en achterwielen bijna gelijk. De voorwielen zijn ietsjes kleiner dan de achterwielen. Nou, daar gaan wij dan dus ook proberen na te bootsen. Ja. He? Kijk, hij had de passer al gepakt. Zoek even hier het midden op. We beginnen eerst gewoon even met de voorwielen. Zo. Hoppakee. Zo. Nou, de zaag was even geknapt. Even een andere zaag ingezet. En nou een mooi cirkeltje. Nou hebben we overal een klein beetje laten staan. En dat doen we dus op de vredebank. En dan gaan we eerst even kijken hoe ver we zijn. Nou, hij zit eigenlijk wel goed. Ja, dat is wel goed, ja. Ja, je ziet een klein beetje streep, hier een streepje net weg. Nou, prima zo. En zo hebben we dus een perfecte cirkel. En dat gaan we nog even een paar keer doen. Nou, wat hebben we inmiddels zo'n beetje? We hebben al een beetje een vorm als motorkap. Dat is al aan elkaar gelijmd. Moet nog een beetje drogen nog, zie ik. Maar dat, gaat, beetje, dat gaat vanzelf wel. Meneer is al bezig met de cabine. Om de ramen en de voorramen en de zijkanten te doen. Ja, het voorraam heb ik alvast testen om een voordeel te gaan. Oké, dat moet natuurlijk nog even uitgezaagd worden nog. Wielen. Nou, die zijn allemaal rond. Zo denken van wat een hoop. Ja, dat klopt. Want we gaan straks twee op elkaar doen. En dan krijg je mooie dikke banden. Trek heeft natuurlijk dikke banden. En eentje heeft meneer bedacht. Vond ik een heel goed idee. Gaan we eentje gaan we hier zo helemaal rond uitzagen nog. En die andere niet. En zo krijg je dus een hele diepe, ja, diepe inham, zeg maar. En dan krijg je echt een beetje een vellig effect, laten we het zo zeggen. Dan gaan we dit straks nog met de frezen rond maken, dan heb je echt een mooie ronde vorm. Dat je echt zegt van, ja, dat is een band. Nou, twee van die dingen en twee van deze, want dit zijn de voorwielen. Die zijn ietsjes kleiner. Ga precies hetzelfde doen. En dan hebben we
Ja, mooie banden denk ik wel. Wielen, banden, hoe je het maar wil noemen. Jo, het is best wel een beetje eng om dat te doen. Maar het lukt. Ja, en dan is dit dus het resultaat. Als we dit straks aan elkaar lijmen, dan heb je een mooie, dikke, of dik, ja, een beetje brede band. Dan moet het zometeen natuurlijk zo open en dicht kunnen. Nou, daar hebben we natuurlijk gewoon simpelweg scharnieren voor. En die gaan we even kijken hoe we dat erop maken. Mooi, goed zo. Ja, kijk eens. Kijk eens. Nou, even kijken of je inderdaad goed is, hè. Dat er niet straks verkeerd zit. Nou, zit goed, hè. Ja. Hartstikke mooi. Nou, dan kunnen we de anderen ook vastzetten. Nou, en dan had de jonge man hier naast mij een heel goed idee. Want deze loopt eigenlijk, de bodem gaat iets te ver door. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. We moeten hier toch eens een tussenschotje maken. Deze. Die doen we dus een klein beetje zo. En dan kan hij dus niet meer doorscharnieren, hoe zeg je dat. Niet meer te ver gaan in ieder geval. Dan hebben we dat ook gelijk opgelost. Dit buisje gebruiken als een as, zeg maar. Daar hebben we een gaatje zelf wat groter gemaakt in de wielen. En dan moet het natuurlijk ergens op vastkomen. Dus we hadden zo gedacht, blokje, gaatje in maken. Die komt dan onder de trekker. Beide kanten. En dan hebben we dat straks zo kunnen bepalen welke hoogte dat die moet komen. En dan komt het mooi muur en muur vast te zitten. Zo. Een beetje een rondingje erop maken gewoon. Oogt het mooier. Hup. Zo, en dan is dit ongeveer de bedoeling. Twee van die klosjes, wieltjes ernaast. Hartstikke mooi. Zo, intussen hebben we de bandjes al even zwart gespoten. Dan komen de velgen, die worden straks mooi rood. Zo, dan hebben we zo al deze onderdelen hebben we. En dan kunnen we straks de cabine in elkaar lijmen. Zo, die erin gaan. Zal ik een beetje open houden voor je? Ja. Ja. Dus, hoppakee. Die zit. De andere kant. Zo, hoppa. Dat kan. Ik had dat even droog aan de tanden met de dag. Ja, kan denk ik. Ja, of je ook gelijk zo doen. Mooi dat het strak is, want je zegt dat hij goed aandrukt. 1, 2, hup. Nu heeft alles even rood geverfd, de velgen. Hier hebben we nog een cabine, die ligt helemaal te drogen. Daarachter ligt nog de motorkap, zeg maar. Met nog een plaatje erachter te drogen. Ja, dan kunnen we eerst even niet verder.
wacht tot alles droog is. Nou, ik probeer nu even een stuurtje te maken. Ik ga eerst van hout, maar ja, dat gaat heel snel breken natuurlijk, omdat het maar heel dun is. Dus ik denk, ik ga het van ijzerdraad maken. Kijk. Gewoon een buisje van 50, daar heb ik het omheen gedraaid. En met tapejes even vastgezet. En dan gaan we deze. Doen we straks hier zo in het midden. En dan moet ik even kijken of ik... Moet ik even kijken of ik 1, 2 zo doe. Of dat ik een 3 doe. Kijken of dat het beste is. Eerst maar eens eentje en dan kijken hoe het uitkomt. En dan er zo omheen. Ik moet zeggen, dat valt niet mee. Maar, kijk, ik heb toch 2 gedaan. Ja, en het ziet er toch redelijk uit. Redelijk in het midden. Iets te veel die kant op, maar ah. En ik zeg, valt er niet eens op, denk ik. Ik kan er zo omheen, zo ja. En dan krijg ik gewoon door. Zo. Nou, dus gewoonlijk. Dan kan dat eens weer even drogen. Yes, daar is die. En dan is het nu tijd om te spuiten. Spuiten, precies. We gaan, hij doet de groene, ik doe het zwarte. En daarna drogen. En dan in elkaar zetten. Zo, dat is helemaal groen. En dat ziet er mooi uit, moet ik zeggen. Heb je goed gedaan, jochie. Ja. En, nou ja, dat hebben we zwart gemaakt. Dus dan is het even wachten tot de verf droog is. En dan kunnen we hem in elkaar zetten. Ja, zo door de verf een beetje lastiger gaan. Bij de kant moet ik mooi zien dat die er is. Ja, zo kom je er ook. Klop. Zo, zoek het gaatje. Als het goed is, kan je er helemaal doorheen. Maar je niet prikt, weer. Kijk eens. Ja, zo is je goed. Kijk, en nou kan je niet meer. Dus die kant op. En dan die kant ook hetzelfde. En dan kan de as niet meer zo heen en weer. Of. Moet je nou een klein beetje aandrukken, maar. Zo, ha! En dan is hij gewoon klaar. Zo, en dan is hij nu helemaal klaar. Zo ziet het uiteindelijk eruit. En als we dus, als ik even aan die kant ga staan. Als we dus nou de motorkap open doen, dan zit daar dus de verrassing onder. Klem in de klep. We hebben het blijkbaar zo precies gemaakt, wat we dus niet wisten, maar hij past er precies in. Nou, en dan kan hij weer mooi dicht.
En dan hebben we een hele mooie trekker. Stoeltje erin, stuurtje. Nog grote banden, een pijpje erop. Een mooi beetje uitstekend dakje hier en daar. Ja. Mooie ronding hier zo. Nee, volgens mij is het mooi gelukt. Zo, ik ben tevreden met het eindresultaat. Ik weet niet of jij tevreden bent, want jij moet tevreden zijn. Ja, natuurlijk. Ik ben heel erg tevreden met het eindresultaat van het rijden. Hartstikke mooi. Goed, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Wij wel in ieder geval. Ja. Hartstikke leuk om te maken. Een surprise voor, vind je bij hem in de klas. Waar we de naam niet van gaan noemen. Het cadeautje past er mooi in. Hartstikke mooi gelukt. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. En als jullie het leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. En even abonneren natuurlijk. Dan kan je alle filmpjes kijken en in de toekomst ook. En daarbij sluiten we het af. Dus bij deze, dit was Eagle Daan Maakt. Met het motto. Gewoon doen. Gewoon doen. Goed zo. Tot de volgende keer.